Minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling is niet ontevreden over de maatschappelijke positie van Marons, oftewel Fimang, in Suriname. Hij zag dit in het kader van de Dag der Marons die gisteren is herdacht. De bewindsman benadrukt dat het beter kan gaan met de Marons, maar dat zal voor een groot deel van hunzelf afhangen. Volgens hem is de mindere positie niet te wijten aan het beleid van de overheid. Dikan wijst erop dat de staat Suriname iedere burger gelijke kansen biedt om zich te ontplooien. Het heeft ook te maken met dat stukje organisatie vanuit de groep, dat stukje eenheid, die samenwerking. En wanneer dat op gang komt, niet alleen te beleiden met de mond, met de lippen, maar ook in daden wordt omgezet, zal zeker dat tot verheffing leiden van de groep en zelfs zichtbaarder zijn in de totale maatschappij. Vooral als we kijken naar de verhouding qua aantal van de Fimang. Dikan is blij dat Marons in alle geledingen van de Surinaamse maatschappij te zien zijn. Vooral door de komst van het directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland is er een duidelijke groei te merken bij deze groep. We hebben een aantal zaken de afgelopen 2 jaar op poten gezet. De vruchten zien we nu met de nieuwe directoraten, met dat stukje hervorming binnen het ministerie. We zien dat vraagstukken als grondrechten nu op een andere manier wordt benaderd. Dat er een communicatielijn open is, dat er met alle groepen, alle stammen wordt gesproken. En dat we ook nu al een stukje resultaat op tafel hebben, een blauwdruk hebben, die we zodra de president weer in functie is, zullen overhandigen. Zoals we ook hebben gedaan met de inheemse. Minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling over de maatschappelijke positie van Marons in Suriname. De bewindsman is niet ontevreden daarover.